Wij sluiten af met Andish Ramlal. Hij is voorzitter VAP Jongerencommissie Kommerwijnen. Morgen houdt deze organisatie of deze commissie een jongere VAP massameeting te Meerzorg. Nieuw Amsterdam. En hij is hier om het geheel uit te nodigen. Meneer Andish Ramlal, waarom een jongere VAP massameeting? Met de nadruk op jongeren. Nou, we weten allemaal, er wordt vaker gezegd, jij bent de toekomst van morgen. Dus we staan ook een jaar voor de verkiezing. Nona, ten Fuwiki, voor Showa Motion. We hebben ook opzettelijk gekozen om wat later te beginnen dan andere politieke partijen. Omdat we bezig waren met, met het uitzetten van een traject. En we hebben gewacht op de voorzitter, tevens de president. Voor een goedkeuring en ja, maar tak shoot, dat we shoot. Ja, oké, mooi Tori. Dus jullie hebben de zegen van de heer Zantoki om deze activiteit te organiseren. En we tak politiek Tori en ja. We interesseren de jongwang, zeggen de stem die VAP en zeggen de meka keuze. Maar toch de jongwang is de lange boomfuru problema. Onderwijs, mental health. Genamak is groen, bla bla bla. Wat gaan jullie aan die jongeren verkopen? Want je denkt dat jongwang in de maand rijden, maar in de zomer. Nee, zeker, dat is zeker zo. Wat we zullen doen, we hebben nu wat meer financiële vrijheid als regering. Hoe wij ook in de regering zitten, hebben we gezien dat de president heel wat prestaties heeft verricht. Ja. De IMF. Heeft ook goed feedback gegeven ten aanzien van zijn IMF-programma. Ja. Ook de schuldherschikking is helemaal herschikt na 2025. En ja, dus nu hebben we wat meer ruimte om zaken te gaan financieren. En natuurlijk is de jongerenmassameeting eigenlijk, heeft het een bedoeling waarbij we dan het jongerenbeleid zullen gaan stimuleren. We zullen de punten aankaarten die zich voordoen binnen Kommerwijnen. En dat we... Dat we een beetje, we wie kan partij op zo, we wie kan regeren op zo tegen van dat zijn de problemen. Ja. We moeten dit nu gaan aanpakken, want tang wachtie. Ja, dus in feite, we tegen regeren toe taki wat goed gaat en wat beter kan. Yes. En wat in feite direct aangepakt moet worden en wat ze nog niet hebben aangepakt. Ja. En, ja. En gaat de president daar zijn, of de voorzitter gaat ook daar zijn? Ja, heel wat prominenten zullen daar aanwezig zijn. De president, zijn excellentie. Ja. En de first lady zal er ook bij zijn. Tevens heel wat ministers, heel wat directieleden van diverse ministeries. Dus het is een goede kans waarbij de jongeren hun stem laten horen. Want het programma ziet er vooraltijd uit dat er speeches gehouden zullen worden waarbij de problemen worden aangekaart. Mm-hmm. Maar ook van hoe wij dat als jongeren wensen dat er een aangreep wordt gedaan op zulke problemen. Mm-hmm. Maar dat er ook een vragenronde komt voor het publiek. In het bijzonder de jongeren, dat ze hun vragen kunnen stellen aan de president en de ministers. Dus het wordt interactief. Yes. En dat ik wat mij naar bakken, wat microfoon naar mij takkie, dan klaar. Dus interactief. Yes. Mooi Tori. En hoe laat begint het? We beginnen morgen. Vanaf inloop is 7 uur tot 7:30. Mm-hmm. En we starten 7:30 al. 7:30 al. Yes. Waar precies van Nieuw Amsterdam? Bakas Roisi in de zaal van Sidorukun. Oké, maar er kijken ook andere jongeren van Paramaribo, maar het is speciaal voor Kommerwijnen. Yes. Maar komt ook de jongeren voor Paramaribo, Para, Limaokong, de mannen welkom? Nee, dus natuurlijk wel. Het is eigenlijk een traditie geweest. De heer Baldeo zou aanwezig zijn, maar helaas heeft hij moeten afmelden wegens verplichtingen. Ja. Maar het is een traditie van ons geweest sedert 2018. Voordat we eigenlijk als regering hadden aangetreden, hebben we stootgroepen geïnstalleerd. Ja. En zoals altijd komen wij bij de visie naar jongerenwerk. We hebben vorige 6 jaren terug, hebben we binnen 2 jaren de tijd 12 stootgroepen binnen komen wij geïnstalleerd. En we maken op dus morgen zelf op minimaal 50 tot 100 jongeren om een stootgroep te gaan installeren. En andere districten komen kunnen altijd komen bijkijken. Ze kunnen ook komen participeren, hun ervaringen delen. Want eenmaal een kans de en wij willen naar Katelijk eerst, dan
Kan het sowieso. Ja, tot slot, Junek, voorzitter. Wat moet volgens jou direct aangepakt worden in Kamerwijnen? Nou, eerlijk gezegd, ik heb heel wat problemen gehad vanuit mensen van de samenleving waarbij ze het meest vanuit de onderwijssector hebben aangekaart. Dat is eigenlijk al onder de aandacht van de president wegens middels schrijven. Dus ik denk dat hij het morgen ook sowieso zal belichten. Oké. Okay. Yes. Dankjewel, meneer Ramlal. U kunt in deze camera kijken en de jongeren oproepen om morgen te participeren aan deze jongeren massameeting. Nou, ik wil in ieder uitnodigen, jong en oud, maar in het bijzonder de jongeren van Suriname, om te komen luisteren wat de visie en wat wij verder willen doen samen met de president en zijn regering. Ja, ik wil jullie allemaal uitnodigen. En komen kijken, stel je vragen, wees zeer kritisch, want het is de bedoeling, stel je vragen. En don't forget, morgen 7 mei, 7:30 starten we, inloop is 7 uur, de New Amsterdam, Bakas Roisi, Sidorukun. Dan heb ik het ook gehoord van de heer Andish Ramlal, voorzitter VAP Jongerencommissie Kamerwijnen.